Hey, ik ben Sarah en sinds kort vind je in de spoorwegcenters in Borgerhout originele winkeltjes. Het is nu nog wel even een werf, maar ik ben toch benieuwd naar hoe het eruit ziet. En wie weet vind ik leuke eindejaarscadeaus. We zijn hier onder de spoorwegen in Borgerhout. Vertel eens, hoe zit het hier in elkaar? Wel, 4, 5 jaar geleden is de stad Antwerpen samen met de buurt en AG Vespa begonnen om een idee te ontwikkelen om de ruimtes onder de spoorwegen vrij te geven voor ondernemers en mensen die een ambacht willen uitoefenen. Zodanig dat deze buurt en deze straat eigenlijk terug meer leven krijgt en eigenlijk op termijn een hotspot wordt in Antwerpen. Jij bent met een ambacht bezig? Ja, dus ik doe houtsnijden, dus dat is eigenlijk beeldhouwen in hout. Ik maak dus vooral beeldjes of klassiek snijwerk. En als de mensen er geïnteresseerd zijn, kunnen ze bij mij terecht voor iets te kopen of te bestellen. Ik draai gebruiksgoed, de serviesgoed, vazen, urnen, lampenkappen, van alles. Als het maar rond is, als het maar van uw schijf kan komen. En zijn er alleen maar ambachten hier in de straat? Er is een leuke mix van alles en nog wat. Hiernaast zijn twee jonge gasten die ijsjes gaan maken en verkopen. Dan heb je Gieten met de plantenwinkel, kinderkleding, een bierwinkel, een bierbrouwer, een zeefdrukker, spelletjes. Echt een mix van alles en nog wat. Vrij lokaal, ja. Maar dat heeft een groot voordeel. Als je lokaal koopt, dan zitten daar niet 5 mensen tussen. Er zit geen transportkosten tussen. Dus eigenlijk is prijs-kwaliteit verhouding is eigenlijk heel gunstig als je lokaal koopt. Ik vind het een keileuk concept en ik kom hier zeker binnenkort terug. Zoek jij ook een eindejaarscadeau of wil gewoon iets komen eten en drinken, dan is het hier the place to be. Tot de volgende!